Wintersporters die niet al te ver willen rijden, moeten beslist eens aan dit skigebied denken. Dit Oostenrijkse dorp, dat op zo'n 800 kilometer rijden van Utrecht ligt, ligt net over de grens van Duitsland. Wij brengen vandaag een bezoek aan het skigebied van het dorp Reutte. Het skigebied Reutte en Zeilbanen is erg klein en als geoefende wintersporter ben je hier dan ook snel uitgekeken. Er liggen hier echter nog veel meer skigebieden in de buurt en met een skipas die geldig is in het gehele Vitalisland, dat is de skiregio waar dit skigebied in ligt, wordt het dan ook mogelijk om al deze skigebieden te bezoeken tijdens je vakantie. Bij zo'n klein skigebied als dit verwacht je misschien wat oudere liften. Je kan hier echter omhoog met de Hanenkambaan. Deze 8-persoons gondel brengt je comfortabel en snel naar een hoogte van 1700 meter. Verder vind je hier de 4-persoons stoeltjeslift en een sleeplift. Dit skigebied ligt niet erg hoog en de pistes hier zijn dan ook relatief eenvoudig. De rode en zwarte pistes van dit skigebied zijn dan ook zeker niet de lastigste. Dat is het hoogste punt van dit skigebied. De pistes hier liggen allemaal beneden de boomgrens en het skigebied is dan ook niet erg sneeuwzeker. Sneeuwkanonnen zorgen er wel voor dat je hier kan skiën van begin december tot begin april. Het dorp Reutte is behoorlijk groot en biedt veel verschillende activiteiten. Zo kan je schaatsen op de Plantzee of heerlijk rodelen. Voor après-ski moet je in de Ramba Zamba Express zijn. Het skigebied van Reutte is een erg klein skigebied dat mede door de andere skigebieden in de buurt en de korte afstand vanaf Utrecht een leuke bestemming is voor een wintersportvakantie.